Dit lijkt misschien een gewone sportzaal, maar niets is minder waar. Want dit is namelijk de judoschool van Chris de Korte in Rotterdam. Nou, ik heb hem vanmorgen al in de bus gehad, maar we mogen vanmiddag bij hem in de kantine de wedstrijd kijken. Toch bijzonder dat uw pupillen dan gewoon maar weer mooi op de Olympische Spelen staan. Het is 8 Olympische Spelen achter elkaar. Hè? Dus het is de 8e Olympische Spelen waar we hier vandaan met een medaille komen. We zijn gewoon begonnen ondertussen. Ja, we zaten nog naar het hockey te kijken, maar... Ja, nou, kom op. Draai je nou, ja. Nou draai je. Oké, okay, dat is goed. Cubaans is ook niet mis, volgens mij. Nee, die is zet nou een beetje overhand. Nou, wie vast? Rammelen dan. Ja, 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 is goed. Vegen. Kijk, dat gaat wel. Dat kan wel eens gaan worden. Rammelen. Licht ze eruit. Ja. Nou, leuk dat jullie er waren. Hoe voelt zoiets dan? Dat iets toch... Even laten zinken. Dat gaat niet zomaar in één keer. Dit is echt maanden en maanden werken. 4 jaar. 4 jaar van de ene Olympisch spel naar de andere. Wat een deceptie. Kan je zeggen, ja. Een beetje zacht uitgedrukt. Het is wel spannend hoor, dit. Je wordt in een paar minuten 3 jaar ouder met die sport. Ja, dat klopt. Gold, 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 gold. NPO Radio 2.